U heeft zelf ook wel eens met hem gedebatteerd. Dat was overigens lang daarvoor. Ja. Maar daar sprak ook niet heel erg veel liefde uit over NBR. Laten we even kijken. Wat u wilt is gewoon de jungle in Nederland introduceren. Nee, gewoon Amerikaanse toestanden. En dat moet dan over de rug van het personeel. Dit zijn mensen die werken in de thuiszorg. Doen dat vaak voor niet te hoge salarissen. Zijn behulpzaam voor andere mensen. En precies, u staat hier als een soort bedweter die wel eens even die mensen zult de pan zult uitvegen. Ja, ik vind dat volledig onrecht. Zoals jij als een bedweter naar mij toe staat. Marijnissen, moralistische bedweter. Het meest aantrekkelijke aan Pim Fortuyn is natuurlijk dat hij er helemaal niet chagrijnig bij staat. Ja. Wat zeg je? Dat hij er helemaal niet chagrijnig bij staat. Wie, Pim Fortuyn? Ja, die staat daar vrolijk, die lacht een beetje en die loopt zeker, uit te mopperen. Maar, terwijl u hem van alles verweet. Ik verwijt hem toch ook niet dat hij chagrijnig was. Heb ik, tegendeel, ik heb net ook weer hartelijk kunnen lachen om dat debat in Amersfoort. Nee, het tegendeel. Maar wacht even. Hij kwam toen binnen, dit is in 96, dus al een hele poos geleden. Ja. Hij kwam toen binnen en ja, dan was het in het voorbijgaan even goede dag zeggen. Maar na afloop, want ik wil niet onbescheiden zijn, maar dat debat won ik toch echt op punten. Was dat de vrouw die de punten had bijgehouden? Ik vond het dik. Wie had die punten dan bijgehouden, meneer Marijnissen? Het personeel, of de mensen die daar in de zaal zaten. Ja. Dus de sympathie, hoe die lag, dat was heel duidelijk. Dat was zeker en na afloop... Nee, het was een Hilversum. Na afloop gunt u je geen blikwaardig. Hè? Dan ben je lucht en dan loopt hij langs je heen. En dan is het allemaal over en uit. Dat is de ervaring die ik daar toen met hem heb opgedaan. Zo ken ik Pim niet. Hoor. Nee, natuurlijk nou, niet. Dat zegt gast u nou, meneer Mens. Maar laten we even, want dat is ook een belangrijk moment geweest. Dat was een vandaag debat. Toen bleek dat Pim Fortuyn ook niet altijd goed tegen zijn verlies kon. Nee, dat bedoel ik. Ja. Wat ik merk bij jou in het debat, dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Meneer Dijkstal. Ja, dit was Erasmus Universiteit. Ja, wat niemand toen wist, dat Pim 3 uur daarvoor zijn moeder was overleden. En, ja. Of, nee, zijn moeder. Nou, wij dachten en, ook zijn vader. Ja. Nee, zijn moeder. Nee, zijn vader, want hij zei, hij is pas de politiek ingegaan nadat zijn moeder overleden was. Of het zijn vader of zijn moeder was, maar die hebben even die twee... Zijn vader dus. Oh, ik dacht toch zijn moeder, maar dat eigenwijs. Nou, zijn vader, 2-1. Ja. Nou ja, ik vind dat... Maar het doet het bijna niet leuk, maar in ieder geval... Het is wel waar. Vind, dan hadden ze hem dus eigenlijk... Dan verwijder ik de mensen om hem heen dat ze hem daar naartoe stuurden. Want ik bedoel, ik heb toevallig afgelopen zaterdag mijn moeder begraven. En dan, gecondoleerd. Ja, en als je dat dan op een gegeven moment meemaakt, dan als je dan terug projecteert, dan vond ik dat hij zich nog netjes hield. Ja, kijk, de praktijk is, je bent zo labiel op zo'n moment... Hmm. Dus ik denk dat de omstanders hadden hem daar niet mee naartoe moeten sturen. Tegen zichzelf. Ja, tegen zichzelf moeten beschermen. Ja. Nou, maar wat hier ook meespeelde was dat hij en Rosemuller een hele goede band hadden. En ik denk ook dat hij dus van tevoren tegen Rosemuller heeft gezegd... Nou, dat is niet helemaal lekker, want enzovoort. En dat hij daarom ook, juist van Rosemuller, dit op dit moment gewoon echt niet... Maar daar zit toch iets onmogelijks in. Maar die Rosemuller, hij zat er echt mee. En toen op de zondagavond, voordat Pim doodging... Ja. Toen was er een debat in de zenders. En daar was Rosemuller ook bij. En toen had Rosemuller een opmerking over de bevolking van Rotterdam... dat het zo eenzijdig was. En toen gaf Pim hem een kat. En toen zei Pim van ja, je hebt van die socialisten... die gaan in Blaricum wonen. En dat was Rosemuller. Mm-hmm. En nou, toen belde hij me s'avonds op. Hij zei, nou, het is nou 1-1. Ja. Dus hij moest... Hij moest dat punt iets terughalen. Ja. Jij vond het geen excuus, overigens. Nee, kijk, Pim Fortuyn die kon ze ook uitdelen. Ik bedoel, dit is Eredivisie. Champions League durf ik wel te zeggen. Dus dit vind ik een legitiem excuus, als je vader is overleden. Maar om te zeggen dat je bevriend bent met Rosemuller, in zo'n debat in de Tweede Kamer krijgen ze wel erg om zijn oren. Dus dat vind ik, had hij wel aan moeten kunnen. Ja, ik denk toch echt dat het daarmee kan. Dat kan, maar dan vind ik dat geen excuus. En dat, goed. Is er eigenlijk, maar dat is wat er gebeurt. Kun je zeggen dat na dit debat het politieke debat anders is geworden door dat optreden voor Fortuyn? Ja. Nou, ik geloof wel dat... Ik geloof dat de wolligheid er voor een deel afgegaan is. Door hem? Door hem, dat het debat directer is geworden. Dat het ook meer dingen geoorloofd zijn en dat mensen ook
Nou ja, hun emotie meer laten spreken. Ik bedoel, het was wel duidelijk hoe Dijkstal en Melkert daar zaten. Dat was emotieloos. We doen maar eens wat. En we luiden een keer de klok. Maar hij zat daar vol met flair en met overtuigingskracht. En weet ik, hij had er zin in. Hij had er zin aan. Ja. En dat straalde hij ook uit. En in die zin denk ik wel dat het sinds 2002 in de Nederlandse politiek echt anders is geworden dan in de jaren 50 en 60 en 70. Ja. Ja, het ging verder dan alleen zijn debatstijl. Hè? Als je ook zijn boek leest, dat vond ik ook zo mooi van zijn boek De Puinhopen van 8 jaar paars. Is dat hij heel goed, bijna Amerikaans, zeg maar, de grote problematiek kon terugbrengen tot de kern. Hè? Dat is bijvoorbeeld een zorgparagraaf waar hij gewoon vertelt over hoe zijn moeder de zorg beleefd heeft. En hoe dat dan afstraalt op de manier dat hij vindt dat de collectieve sector opnieuw ingericht moet worden. Daar werd een ontzettend lacher over gedaan door traditionele partijen. Maar dat was een manier die ontzettend aansprekend was voor mensen. Omdat hij die problematiek herkende in hun eigen situatie. Hè? Want we hebben allemaal ouders in de zorg, we hebben allemaal dat soort toestanden. En doordat hij dus aan de ene kant de oplossing naast een hele persoonlijke ervaring legde, geloof ik dat hij die binding met de politiek veel groter maakt. En dat zie ik ook dat partijen dat zich realiseren. Maar dat is natuurlijk wel wat Dijkstal later in allerlei bewoordingen en ook in geschriften heeft gezegd. Dat hij daar niet van houdt. He, dus dat hij vindt dat de politiek is ingewikkeld. Er komt veel bij om de hoek kijken. Dan moet je enigszins van op de hoogte zijn. Ja. En dat kun je niet in de Jip en Janneke taal die van hem werd verwacht. Kun je dat formuleren? En dat daarin verklaarde hij zijn deficit, namelijk dat hij niet mee wil doen aan die, nou, wat jij dan noemt, een verlevendiging, een minderwolligheid in het debat. Ja, en dat is ook precies hoe Melkert erover dacht en hoeveel meer mensen erover dachten en hoe ook heel veel mensen tegen de politiek aankeken. Mm-hmm. En dat is nou precies ook waar Pim voor de doorbraak heeft gezorgd. Want bij hem klopte de vorm en de inhoud. Hij wilde op het gebied van de inhoud, hè, hoe, de inhoud van het beleid, hoe het land in elkaar zit, de instituten, wilde die een verandering. Maar hij personificeerde dat ook door zijn manier van optreden. En dat kwam dus heel erg mooi en heel bijzonder bij elkaar. Stel dat je Pim Fortuyn de credits geeft voor deze verandering. Kun je dan zeggen, Wouter Bos, dat mede door u, door die verandering, u de juiste man op de juiste plek werd? Nou, ik... Want er was opeens een frisse nieuwe man die gewoon Nederlands sprak en kon lachen en humor had en zichzelf kon relativeren en zijn partij ook. Ja, nou, ik denk wel dat Pim Fortuyn een aantal vormelementen introduceerde in het politieke debat waar ik ook redelijk ontspannen mee om kon gaan en dat hielp wel. Ja. En dat was ook wel in contrast met, denk ik, met de periode daarvoor. Is dat allemaal Fortuyn? Hij was in ieder geval een van de eerste die liet zien hoe dat kon werken en hoe dat effect kon hebben. En nou, Pim mocht je ook wel, hoor. Want Pim die zei altijd tegen mij, hij vond je zo'n mooie jongen. Ja, daar komen we zo op. Ja. Dat hebben we bewaard voor later. Ja. We gaan even... We zeggen de relevantie van die opmerking is, weet ik niet helemaal. We hebben daar straks een schitterende beelden van.